De chemische industrie draagt voor meer dan 11% bij aan ons nationale inkomen. Haar producten worden per pijpleiding, per spoor en per schip vervoerd, maar voor een zeer belangrijk deel ook over de weg. Daaronder zijn vele brandbare, bijtende en giftige stoffen. Zo'n gevaarlijke stof is toluene. En bij het tanken op de raffinaderij worden dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Vele van die maatregelen vloeien voort uit de wet gevaarlijke stoffen, die onder meer ook voorschriften geeft voor de constructie van de verschillende vervoersmiddelen. Tankwagens zijn veelal in compartimenten verdeeld. En de deksels zijn verzonken aangebracht, wat bij een eventuele kanteling een extra beveiliging geeft. Er bestaat een gerede kans dat de transporten onderweg gecontroleerd worden door leden van het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Zij hebben opsporingsbevoegdheid. En het gebeurt maar zelden dat een chauffeur zo'n stopteken negeert. Allereerst wordt gevraagd naar de vervoers- en keuringsdocumenten. Op elke ladingbrief moet de inhoud van de tanks vermeld staan. Deze wordt op de tankwagen zelf bovendien met codecijfers aangegeven. Boven de streep de gevarenklasse, daaronder het codenummer van de vervoerde stof. Die codecijfers zijn tevens een hulpmiddel bij de bepaling van de maatregelen die bijvoorbeeld bij een ongeluk genomen moeten worden. Een deel van de gevaarlijke stoffen wordt in ons land met gewone vrachtauto's vervoerd. Zoals hier het zeer giftige methyloacrylamide. Nagegaan wordt of de zaak goed gestouwd is en of ook anderszins aan de door de wet gestelde vervoersvoorwaarden is voldaan. De controleurs die de eigenschappen van alle gevaarlijke stoffen in de boeken kunnen naslaan, houden soms transporten aan waarvan ook zij zeggen: hoe is het mogelijk dat mensen op zulke onverantwoordelijke manier met gevaarlijke stoffen over de weg durven gaan? Nou, dit vervoer wordt stopgezet en de lading die zal opnieuw moeten worden vastgezet of overgezet worden op een andere auto. Met zo'n 4.500 tankwagens worden in ons land per jaar 2 miljoen transporten verzorgd. Voor de diverse transporten zijn bepaalde uitrustingstukken voorgeschreven, van blusapparaten en gasmaskers tot handschoenen en gevaarssymbolen. Elke tankwagen moet jaarlijks een rit maken naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor een uitgebreide technische controle. Maar ook voordat ze op de weg komen, worden de wagens al gecontroleerd. En dan worden sommige tankwagens op gezette tijden ook grondig geïnspecteerd door het stoomwezen. In elk compartiment bevindt zich een afsluiter die een extra beveiliging moet bieden tegen wegvloeien van de vervoerde stof, als bijvoorbeeld bij een ongeval de uitloopleiding af zou breken. Ja, druimen! Hieruit blijkt ook dat overpompen van de stof niet eerder mogelijk is dan nadat de afsluiter is geopend. Zo zijn er tal van maatregelen ingevoerd om zoveel mogelijk de veiligheid te verzekeren bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Want als het erg gevaarlijk zou wezen, zou ik dit werk ook niet doen. Want ik moet ook aan mijn gezin denken. Maar altijd zullen er risico's blijven bestaan.